Ik keek daar mega hard naar uit. En dan ineens was dat voorbij. De eerste keer? Oh, ik was echt heel zenuwachtig. De eerste keer was... Oei. In theorie komt dat allemaal goed, maar in de praktijk is dat toch nog wel wat anders. Het was wel echt een enorme uitdaging om de aandacht vast te houden. Ja, ik had eigenlijk niet zoveel vragen verwacht. Ik heb voorhand heel veel kunnen oefenen met mijn ouders en mijn klasgenoten. Dat is heel lastig, om dat 50 minuten lang vol te houden zonder pauzes. De eerste keer voor de klas, dat vergeet je nooit meer.